Hi allemaal, vandaag heb ik een filmpje voor jullie waarin ik mijn 5 favoriete, meest geliefde oogschaduwpaletten laat zien. Ik heb vorig jaar op YouTube een filmpje gedaan, de Perfect Palette Tag. En naar aanleiding van die tag heb ik een aantal vragen beantwoord. En iedere keer paletten laten zien die voor mij dus ook favoriet waren, want daar ging die tag natuurlijk over. Maar ik heb toch wel 5 oogschaduwpaletten waarvan ik zeg van ja, die pak ik er het vaakst bij, die zijn het meest geliefd. En dat vind ik voor mij gewoon de mooiste en die ga ik jullie nu laten zien. Het gaat dus niet om een top 5 van 1 tot en met 5. Ik laat jullie gewoon 5 paletten zien. En ik kan ook eigenlijk niet de keus maken welke ik dan op 1 zou zetten. Want dan zouden er denk ik 3 op een gedeelde eerste plaats komen. Dat kan niet. Dus gewoon, ik ga gewoon beginnen. En ik begin gewoon met mijn laatste nieuwste aanwinst op het palettengebied. En dat is deze Too Faced Chocolate Bar. Nou, deze heb ik een tijdje geleden bij de Franse Sephora besteld. En het is gewoon pure liefde voor dit palet. Echt, ik ben zwaar verliefd hierop. En ik gebruik hem momenteel iedere dag. De verpakking is heel erg mooi, vind ik. Ziet er dus uit als een chocoladereep. En hij bevat hele mooie, kijk, je kunt ook al zien dat hij veel gebruikt is. Hele mooie bruin tinten en berry tinten, wat roze. Er zit shimmer in, er zit mat in. Mooie highlighter kleuren, zowel glimmend als mat. En het leuke hiervan is ook dat hij naar chocola ruikt, want het is van cacao gemaakt. Het ruikt gewoon als je hem opent, het komt dus een heel licht vleugje je tegemoet. En we weten allemaal dat vrouwen gelukkig worden van chocola, tenminste ik wel. Ik vind hem gewoon prachtig, een plaatje. En de pigmentatie is geweldig, die is echt zo. Too Faced is sowieso een prachtig merk. Die spannen toch echt wel de kroon, vind ik, qua verpakkingen. En ik ben zwaar verliefd op dit palet. En het is zeker een aanrader als je twijfelt om deze te kopen. Ik weet dat die niet goedkoop is, maar je zal er geen spijt van krijgen. Dus dit is dus een favoriet van mij. En dan 2 hele grote favorieten ook. De Urban Decay Naked 2 en Naked 3. Ik begin maar om te laten zien met de Naked 2. De Naked 1 heb ik niet, want die vind ik gewoon zelf persoonlijk wat minder mooi. Het zijn niet echt helemaal mijn kleuren. De Naked 2 vind ik wel prachtig. Heel veel bruin tinten, natuurlijke tinten. Je kunt hier zowel hele mooie natuurlijke looks van maken als hele heftige smoky. Nou, ik vind de pigmentatie van de Urban Decay oogschaduw, vind ik denk ik, de allerbeste die er zijn. Is gewoon geweldig en je hebt maar een klein beetje nodig. En je kunt ook zien dat ik het vaak gebruik, want er zijn, dat is deze kleur, die is al bijna op. Gewoon heel erg mooi. Er zitten ook shimmerkleuren in, matte tinten. En deze producten zijn gehyped, dat weet ik. En ik weet ook wel dat het niet voor iedereen persoonlijk opgaat. Dat als producten gehyped zijn, dat ze dan ook maar goed zijn. Ik ben hier wel heel erg blij mee. Ik pak het heel vaak erbij. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die het gewoon helemaal niks vinden. Maar voor mij is het een hele grote favoriet. Evenals deze, de Urban Decay Naked 3. En ik denk dat ik deze vaker nog gebruik als de 2. En deze heeft vooral roze tinten en ook wel wat bruine gouden tinten. En je kunt ook zien dat ik deze heel veel heb gebruikt. Deze kleur en deze kleur zijn al, deze is al helemaal op en deze begint ook al de pen te raken. En dat heb ik eigenlijk niet snel bij oogschaduwpaletten, want ik heb zoveel paletten. En dat ik zo vaak afwissel, normaal gesproken, dat ik niet snel zeg maar door een kleur heen ben. En dat ben ik bij de Naked wel. Ja, wat kan ik hier nog meer van zeggen? Prachtige kleuren. Ik denk ook wel dat ze iedereen zullen staan. En dit is ook gewoon een en al liefde voor dit palet. En de verpakkingen vind ik ook gewoon heel erg fijn. Want het is van een soort metaalachtig, lekker stevig. En het lijkt een beetje op een kleurpotloden doosje. Het is makkelijk mee te nemen, vind ik. Want het is toch vrij compact. Je krijgt er ook een penseel bij geleverd. En er zit een handige grote spiegel aan de binnenkant. Dus ik vind ze echt top. Dus als je ook twijfelt om een keer Urban Decay aan te schaffen, niet doen. Ik denk namelijk niet dat je er spijt van gaat krijgen. Dan nog een heel mooi palet. En dat is het Anastasia Levis palet. En die ziet er zo uit. Het is eigenlijk het lijkt een vrij grote doos. Maar het palet zelf is niet eens zo heel groot. Die doe je zo open aan de binnenkant. Dit is dan het palet. En hier zit dan ook nog een boekje in. En hier zat dan ook nog in een eyeliner. Een mascara dacht ik. En een tweezer. Die is heel fijn om je wenkbrauwen te epileren. Maar die heb ik allemaal uitgehaald en apart liggen. En deze bevat ook 10 prachtige kleuren. Super goed gepigmenteerd. Je kunt hier ook heel veel kanten mee op. En ik vind vooral deze kleur. Deze is heel erg mooi. En die staat ook bijvoorbeeld heel mooi bij die zwarte. Daar kun je hele mooie smoky eyes mee maken voor de feestdagen. Deze 2 kleuren. Dat oranje denk je misschien van, wauw. Kun je ook de meest mooie looks mee maken. En
Ja, die groene vind ik ook heel erg mooi. En die bruine hier, het zijn gewoon, ja, ze zijn gewoon zo gepigmenteerd. Kijk, wrijf ik één keer eroverheen. Echt super kleuren. En sowieso is Anastasia vind ik een geweldig merk. En er is nou ook een vrij nieuw palet uit. Het Amrezi palet. Ik weet niet of dat zo goed zegt. Maar hij is nog steeds niet in Nederland te koop. Ik weet ook niet of dat gaat komen. Ik denk het zelf niet. Maar die wil ik ook nog heel graag hebben. Die is gewoon ook zo mooi. Dan als laatste dit palet van Morphe. Morphebrushes.com. Daar kun je deze paletten bestellen. Het zijn lekkere budgetpaletten. Ze hebben verschillende kleuren voor ieder wat wil. Dus dit is het 35. Even uit mijn hoofd. 35. Ik dacht 35 warm palet. Dus 35 kleuren. Vooral ook veel natuurlijke kleuren. Bruin tint en zo. Dat zijn toch wel mijn favoriete kleuren. Er zitten natuurlijk ook wat roze tinten in. Paars. Maar goed, de rest is wel, ja, hier kun je zoveel kanten mee op. En de pigmentatie is ook geweldig. En deze paletten zijn lekker heel goedkoop. En ja, ben hier ook heel blij mee. Shimmerkleuren, ook in matte kleuren. Want ik vind alleen maar shimmers draag ik eigenlijk nooit. Ik combineer altijd graag mat met shimmers. Want alleen maar shimmers vind ik gewoon niet mooi bij mij. En alleen maar mat vind ik dan wel leuk. Maar ik combineer het graag allebei. En met zo'n palet kun je gewoon alle kanten op. Dus deze valt ook zeker bij mij in de top 5 van mijn favoriete oogschaduwpaletten. Als je heel paletten zegt, is het wel, het begint irritant te worden voor mezelf. In ieder geval, dit was dan mijn filmpje. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben benieuwd of jij ook zo weg bent van oogschaduwpaletten. Daar heb je het woord weer. Dankjewel voor het kijken. Vind je dit een leuke video? Graag duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel daarvoor. En vergeet niet om te laten weten hieronder in de comments of op mijn website glamaristicgirl.nl. Of je ook al een beetje een palettentik hebt. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wens jullie een hele fijne dag en ik zie jullie snel weer in de volgende video. Doeg!